Maaike Aalboter werd bekend met het liedje Dat ik je mis, waarin zij zong over het verdriet om het verlies van haar ouders. Zij bracht er iedereen mee aan het huilen in het programma over de beste singer-songwriter van Nederland. Nu is er een nieuw album en een boek. Harnas van Glas. Welkom Maaike, leuk dat je hier bent. Waarom een album en een boek? Het album was af en ik merkte eigenlijk dat ik nog niet uitgeschreven was. het album eigenlijk is op een bepaalde manier teruggekeerd naar waar Dat ik je mis ooit vandaan komt. Kwam echt vanuit de noodzaak om een gevoel wat moeilijk tastbaar te krijgen is, toch tastbaar te maken. En zo ben ik dit album eigenlijk ook begonnen te schrijven en toen merkte ik dat ik doorging schrijven. En eigenlijk zijn die verhalen een soort... Is het een verhalenbundel geworden dat om de liedteksten heen gevouwen zit als context voor die liedjes? Ja, want je zei, het zijn 11 liedjes en het zijn ook verhalen en die zijn met elkaar verknoopt. Hè? Ja. En hoe heb je die dan in dat boek aan elkaar geknoopt? Het zijn eigenlijk allemaal scènes die door de tijd heen springen. En dat is heel associatief ontstaan. Ik ben gewoon begonnen te schrijven en toen ontdekt... Ik had ook nooit echt verhalen geschreven. Dus ik had geen idee of dat wat werd. maar hoe verder ik kwam met schrijven, hoe meer herinneringen er ook kwamen. En zo is eigenlijk... Die liedjes zijn ontstaan vanuit een pool. En die verhalen zaten daar ook al. Dus tijdens het schrijven merkte ik dat ik steeds dieper daarin kwam. Toen merkte ik ook, want grappig is, ik ben dat boek gaan schrijven, of dat album gaan schrijven, omdat ik dacht, oké, misschien wordt het tijd om nog maar eens over verdriet te schrijven. Ik heb dat een tijdje een beetje weggehouden. Omdat er zoveel mensen nadat ik je mis ook hun leven bij mij kwamen delen. Maar dat was best wel heftig. En ze wilden ook dat ik ze oplossingen gaf. En dat vond ik heel moeilijk. Dus toen heb ik dat verdriet een beetje geparkeerd. daar moet ik maar niet te veel aankomen. En toen met dit album dacht ik, laat ik dan maar eens over verdriet schrijven. En door die verhalen kwam ik erachter. Maar eigenlijk gaat dat in de kern allemaal over liefde. Want als er verdriet is, betekent dat er iets de moeite waard was. En ik herontdekte, want dat wist ik wel, hoe liefdevol ik ben opgegroeid. En hoe belangrijk het ook is dat er van je gehouden wordt en dat je gezien wordt. Als kind en als mens, denk ik. Dus het heeft mij ook veel gebracht, omdat ik merk... Door over verdriet te gaan schrijven, heb ik eigenlijk een monument voor de liefde gemaakt. En absoluut, want je portretteert je vader en moeder heel liefdevol. Heel poëtisch ook. Het zit niet alleen in je liedjes, maar ook in de teksten in dit boek. Er zit ook een mooi verhaal in, want het gaat ook over jouw eigen liefde voor jouw huidige partner. Ja. En je zegt, ik ben nooit zo van de romantische inslag, want de kleine zeemeermin die trouwde ook niet met haar prins, maar loste op een schuim. Maar je bent er toch anders over gaan nadenken. Hoe kwam dat? Nou, ik denk, dat heeft een deel heeft met ouder worden te maken misschien. En mijn ouders hielden echt, totdat ze allebei overleden... en misschien daarna ook nog, dat weet ik niet... ontzettend veel van elkaar. En van ons. Dus ik heb altijd wel heel veel liefde gekend. Maar ik denk dat ik daarna ook spannend vond om me te hechten. Ja, als mensen ook weer weggaan, weet je wel. Zeker in dan de puberteit. Dan denk ik, dat hechten, dat is dus ook geen goed idee. Maar tot ik mijn vriend ontmoette en merkte... zoveel kan je dus van iemand houden. En ineens begreep ik ook weer beter... wat mijn ouders voor elkaar voelden, weet je. En dat echt ook weer een andere liefde is dan hoe je van je kinderen of van je broers en zussen houdt of van vrienden houdt. Dat is iets. En ineens klikt dat en dat is bijna niet te beschrijven. En dan denk je, zo kan je van iemand houden. Ja. En je hebt het ook over gezien worden. Hè? Dat is ook het eerste deel. En daar hebben we het vandaag ook over gehad. Daar heeft... Yvonne Keuls ook over geschreven, hoe belangrijk het is in deze tijd voor jongeren om gezien te worden. Ja, maar ik denk misschien van alle, ik denk dat een van de basisverlangens is. Dus mensen zijn zo verschillend en uiteenlopend en dat botst natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen in de kern, in de basis gezien wil worden en dan zien in de brede zin van het woord, dat je mag zijn. Of zo. Ja. Ik denk dat dat een heel wezenlijk verlangen is van mensen. Dat je er ook mag zijn. Ja, en dat je mag
dat je mag zijn. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Hey, en je bent begonnen met hele kleine notities om je herinneringen weer op gang te brengen. Hè? Aan, herinneringen uit het verleden toen je jong was. Je hebt filmpjes, documenten, brieven. Ja. Wat ik een heel mooi verhaal vind, is het verhaal over Jenny Wren van Paul McCartney. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, ik hoorde dat lied en daar zit een solo in van een instrument. En dat raakte me echt wezenlijk, maar ik snapte niet helemaal waarom. En toen bleek, toen ik dat ging uitzoeken, dat het een doudouk is. Dat is een Armeens of Turks blaasinstrument. Mijn vader had vroeger heel veel volksmuziekplaten en ook Armeense volksmuziek. En die had Armeense vrienden. En toen ben ik via die vriend bij iemand terechtgekomen die doudouk speelt in Armenië. En die heeft dat, toen dacht ik, ja, dat moet ik iets met de muziek mee. Dus ik heb die doudouk uiteindelijk weer in een lied verweven. Dus heeft iemand in Armenië een doudouk ingespeeld op mijn plaat als een soort referentie of ode aan mijn vaders liefde voor die volksmuziek. Ja. Geweldig. Ja. Geweldig mooie associatie. Alles is in cirkels. Ik wilde vragen, de titel, het is Harnas van Glas. Ja. En ik wilde vragen of je dat voor wilt dragen. En dan kunnen we nog even over de titel hebben ook. Oh, ja. Want het is inderdaad de titel van het album, maar het is ook een lied. Ja. Ja. Ik heb een laagje om me heen. Ik denk niet eens dat je dat weet. En iets als liefde of geluk raakt soms die wand en ketst dan terug. Ik heb een laagje om me heen, zo dun dat ik het soms vergeet. Je ziet geen scheuren en geen krassen, tot het in 1000 stukken breekt. In mijn harnas van glas, ik bots er steeds weer tegenop. Ik verstop me in dit harnas van glas. Ik weet dat je kijkt, kom dichterbij. Prachtig. En dan mag je nog één keer zeggen, waarom is de titel zoals hij is? En wat heb je gedaan met het binnenwerk? Die fotografen, ja. Want dat heeft ook een verband. Ja, het grappige is omdat het dus eerst een album was. En de fotografe Aisha Zijpveld is de fotograaf van mijn eerste album, ook het artwork. En de titel gaat eigenlijk over kwetsbaarheid. En omdat het hele album voor mij over kwetsbaarheid gaat. En hoe open durf je je op te stellen? En hoe verhoud je je tot je eigen kwetsbaarheid? En dat glas, dat is voor mij, ja, wat in dat lied ook zit. Dat is het beeld van, je staat en ook door te schrijven en door muziek te maken. Je staat en in een etalage en je wil jezelf tonen. Maar dat is altijd een zoektocht naar zonder dat mensen je overnemen. Dus je beschermt je ook. En dat heb ik altijd een ingewikkelde balans gevonden. Dus vandaar, ja. Dankjewel. Volgend jaar treedt Michael Aalboten op met Erik Corton. Ga naar haar website en ga naar haar luisteren. Dankjewel. Dankjewel.